We hebben de gebiedsteams opgezet omdat we meer gedeeld eigenaarschap wilden creëren in onze organisatie voor de waterbeheerplanopgave die we hebben in dit gebied. Dat doen we dus nu in dit team, te komen tot een realistische programmering en uitvoering. Dus niet alleen maar zeggen we gaan dit doen, maar ook van tevoren nagedacht hebben over hebben we genoeg mensen en ook de juiste mensen om dit uit te voeren. We willen onze opgave realiseren, maar ook met onze partners samen. En om goed samen te kunnen werken buiten, moet je ook goed samenwerken binnen. Agile portfolio management, dat is niet iets wat per se moet. We hebben vooral nu in het gebiedsteam Gemert-Bakel gekeken of het iets is wat ons zou kunnen helpen om de samenwerking en de verbinding te stimuleren en echt te gaan kijken naar programmamanagement en je opgave, je programmaopgave. En wellicht kan het andere teams ook helpen om samen in verbinding met elkaar te zijn, samen aan de opgave te werken. Het is, je moet het zien als een hulpmiddel. Ik denk dat Agile Portfolio Management een voor voornamelijk grotere bedrijven met meerdere disciplines, zoals bij ons bij het waterschap, waar toch iedereen zijn eigen stukje heeft, zeg maar, om die samen te brengen, dat daarbij wel een toegevoegde waarde kan hebben. Ik vind deze manier van werken heel prettig, omdat het ons de structuur geeft die helpt om goed met elkaar in gesprek te blijven. En het is niet benauwend, het is juist, we willen dit graag op deze manier. Er is zeker meer verbinding tussen mij en mijn collega's, omdat we inderdaad op een efficiënte manier kort samenvatten waar we mee bezig zijn. Dus de raakvlakken die zijn meteen opgezocht op deze manier. Ik vind het een hele fijne manier van werken, omdat we in een korte tijd veel informatie met elkaar kunnen delen, zonder dat we echt de inhoud induiken, maar we wel precies weten waar het over gaat. Het wordt echt een team. Het heet ook het gebiedsteam. En in het begin ben je vanuit allerlei disciplines los van elkaar eigenlijk aan het werken en stem je veel onderling af. En nu zitten alle disciplines tegelijkertijd bij elkaar en het wordt echt een team. We zijn nu ook aan het kijken naar een meerjarenprogramma, dat we dat mee kunnen nemen in dit proces. Dus dadelijk hebben we niet alleen de taken erop staan, maar ook echt het programma tot 2027.